Dus dat beleid is zo fout, van A tot Z. Ik denk, ja, maar er zijn toch genoeg intelligente mensen op aarde om dat eens te bekijken zoals ik dat nu doe. Ik wil niet beweren dat ik intelligenter ben dan hen. Maar we zitten compleet daarin vast. Er is hier in Antwerpen overduidelijk een drugsprobleem. Waar je ook absoluut niks van kunt merken. Als je daar buiten blijft. Maar er is heel veel cocaïne in omloop. Als je wil gebruiken voor 50 euro voor een avond, dat vind je moeiteloos. Daarnaast is er natuurlijk een veel groter probleem. Het feit dat er heel veel cocaïne naar binnen komt via de haven. Dus die haven is lek. En er is daar te weinig controle. En havenarbeiders zijn af en toe bereid om de andere kant uit te kijken. En dan wordt Antwerpen een heel, heel belangrijke draaischijf in de drugshandel. Hoe reageert de politiek daarop? Wel, die heeft daar geen greep op. Die krijgt daar geen greep op, ondanks de stoere taal van de war on drugs. En die voelt zich dan verplicht om af en toe van die hele symbolische daden te stellen. Hè. Geen medelijden, de harde middelen. En die zet dan zijn bearcats in. Dus daarin zie je, het gaat eigenlijk niet om die drugs. Het gaat om geld. Die mensen zien een manier om geld te verdienen. En wat doet het beleid? Zij creëren eigenlijk een manier om geld te verdienen. Illegaal. Heel vaak gaat het ook, en dat vind ik wel heel belangrijk, om zelfmedicatie. Dat vind ik zo cruciaal, dat mensen vaak, ook zeker jonge mensen, maar ook oudere mensen, uiteindelijk naar drugs grijpen, omdat ze pijn hebben, omdat ze eenzaam zijn. En om dan te zeggen, ja, je bent een misdadiger. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik zou beginnen met de term strijd tegen drugs eigenlijk niet meer te gebruiken. Of je die nu kan winnen of niet winnen, wel, het is inderdaad duidelijk dat je die niet kan winnen. Maar ik denk dat je het begrip strijd tegen drugs zou eigenlijk op zich al moeten analyseren en vervolgens afvoeren. Ik denk dat je eigenlijk misschien moet vertrekken vanuit de vraag, ja, waarom gebruiken mensen drugs?